Het nieuw opgerichte DOPS-overleg Maasbree heeft donderdagavond de DOPS-visie van Maasbree overhandigd aan wethouder Roland van Kessel onder het genot van koffie en speciaal voor deze avond gebakken Maasbreese fly. Deze eerste DOPS-visie kwam tot stand door de medewerking van de verschillende werkgroepen in het dorp. Het kernpunt is eigenlijk dat we als dorp eindelijk een keer toch loskomen, uit de stoel komen en als nagedenken van welke soort ontwikkeling zich allemaal eigenlijk voordoen en ook die ontwikkeling daadwerkelijk eigenlijk gaan oppakken. En als je dan een aantal kernpunten echt wilt noemen is de afwikkeling uiteraard van het dorp. Van het Dorpsplein, door het centrum, de leegstand die op een gegeven moment ontstaat, een aantal ontwikkelingen rond op het bedrijventrein zitten. Maar ook hele simpele dingen als het gaat van dat je constateert dat het mogelijk Sinterklaas niet meer georganiseerd gaat worden of dat Sint Maarten niet meer doorgaat omdat er een groep vrijwilligers ophoudt bestaan. Nou, voor mij vind ik heel belangrijk voor zorg en welzijn. Daar zit ik dus ook mee in. En dat heb ik ook al jaren zo gedaan. En daarom hebben ze me ook gevraagd om mee te werken voor het nieuwe gezondheidscentrum ook. Dat ik daar bij de klankbordgroep zit. En dat vind ik dus voor mij het belangrijkste. En ook voor de mensen waar ik altijd mee gewerkt heb. De wethouder prees het dorp voor de nieuwe houding. In plaats van af te wachten en het idee het komt wel goed, onderneemt het dorp nu actief en vaker actie om zaken zelf in de hand te nemen. We hebben hem vanavond aangeboden gekregen. Dat betekent dat we natuurlijk nog niet de hele inhoud kennen. We hebben natuurlijk wel via onze werkplaats, gemeenschapsontwikkeling, hebben het proces nauwlettend gevolgd. En wat we er wel in terugzien is dat er heel veel onderwerpen in terugkomen die er ook in thuis horen. Dus over de jeugd, over de toekomst, over de ontwikkelingen hier in het centrum, hoe moet het eruit gaan zien. Dus allerlei aspecten komen aan de orde. Dus volgens mij is het redelijk compleet. In het plan worden veel zaken benoemd, zoals de komst van het zorgcentrum in Den Adelaar, het verleggen van de busroute en het verder ontwikkelen van recreatie en sport. Voor de leden van de werkgroepen is de inbreng van de jongeren erg belangrijk. Ja, die heb je zeker nodig. Ik bedoel, als er geen jongeren zijn die dit soort dingen op zich willen nemen, al is het maar voor tijdelijke aard, dan is het gewoon, dan lopen de jongeren weg. En je moet die jongeren juist hebben. Wil je dit actie gebeuren, wil je dat op goede poten krijgen? Dat moet gewoon. Het college van burgemeester en wethouders gaan de DOPS-visie nu bekijken. Eerst in een quickscan waarvan het dorpsoverleg over 3 weken de uitslag krijgt. Maasbree gaat in ieder geval met volle vaart aan de slag met de al in gang gezette plannen.